Zo, de producten die Julia gaat gebruiken zijn de Glass Gel Polishes, want die zijn natuurlijk mooi transparant. Extreme Matte Top Gel, superbelangrijk. Liner Gel Wit en Crushed Opals. En tot slot een klein beetje Supreme Finish, maar je ziet zo direct waarom dat nodig is. Julia werkt op een natural tip en je ziet dus als je dan de Glass Blue aanbrengt, dat die al een hele mooie dekkende blauwe tint wordt. Heel vol, een beetje koningsblauw. Hou je wel in je achterhoofd dat het blijft een glass gel polish. Dus hij is transparant, alleen door de natural tip wordt hij dan natuurlijk dekkend. Als die 30 seconden is uitgehard, heeft Julia wat nail art folie in zowel blauw als in zilver. En die duwt ze in de plaklaag van de glass gel polish. Gewoon om her en der een klein beetje folie te krijgen, zodat straks onder het design het een beetje gaat fonkelen. Dat heeft ze vorige week ook laten zien in haar live gang. Nu een klein beetje zilver, die zilver weerspiegelt iets meer. En zodra dat op de nagel zit, gebruikt ze Cyan Blue, de lichtblauwe glass gel polish. En die gaat over die folie heen. Heel dun, heel spaarzaam wordt die aangebracht. Als je hem namelijk te dik aanbrengt, dan dekt hij te veel weg. Dan wordt het een beetje te donker. Deze laag, nadat die is uitgehard, wordt afgewerkt met een laagje Extreme Matte. Die Extreme Matte is heel erg belangrijk, want dat is de basislaag waar ze graag op verft of op schildert. Als die Extreme Matte is uitgehard, wordt in het midden van het toekomstige hart van de bloem Glass Gel Polish Blue aangebracht in een rond cirkel. Een bolletje en daar worden de crushed opals in gelegd voordat die is uitgehard. Die crushed opals geven straks een hele mooie fonkeling. Ze zit helaas een beetje uit beeld, dus we gaan er natuurlijk nog wel wat vertellen hoe ze dat wat beter in beeld moet brengen. En dit wordt gecapt, dus alleen die bol, het midden van de bloem, met zowel de lichtblauwe als de donkere blauwe glass gel polish en een klein beetje clear. En daarmee wordt het volume gegeven aan het midden van de pioenroos. En dat volume is handig, want daarmee kun je straks ook de bladeren rondom dat midden van die bloem maken. Waardoor je echt dat gesloten effect krijgt van die pioenroos. Hier zie je de Liner Gel White en ze gaat werken met de detailer nummer 3 penseel plat afgestreken. En ze begint bovenaan de pioenroos en dan eigenlijk eerst boven de bolling waar de crushed opals in zit. En dan de tweede helft van het blad op de bolling. Waardoor het echt lijkt alsof dat blad er dus op ligt, er overheen, gedrapeerd ligt. Het is een pioenroos, denk een beetje aan een bloemkoolachtige vorm. Dus we werken vanuit één punt, dat is in dit geval rechtsonder. Daar is het midden van de bloem en ze gaat sluit de bolling om. Grotere bladeren worden neergezet in een trekkende beweging met het penseel. Dus het penseel neerduwen en uitrekken. Het mooie van de liner gel is dat je heel mooi het relief in de blaadjes ziet. Eigenlijk zie je de brush strokes, de penseeltechniek, zie je in het blaadje. En dat geeft een soort gevoel van 3D. Nu zie je dat ze met de glass gel polish weer een heel klein beetje over deze witte blaadjes heen gaat. Om ze wat meer naar de achtergrond te duwen. En zo creëert ze ongelooflijk veel diepte in het design straks. De donkere blauw wordt gebruikt wat meer in het midden van de bloem om de schaduwen te creëren. Dus het is een mix van Cyan Blue en de donkerblauw. Nu is ze wederom Extreme Matte aangebracht en ze gaat een tweede laag aanbrengen. En die tweede laag wordt dus met hetzelfde penseel gedaan, hetzelfde gel, dus eigenlijk gebruik je maar een paar producten. En de bloembladeren die worden nu wat meer vervaagd naar transparant. Volg een beetje de vorm van alle bladeren, want dat zorgt ervoor dat het voor het oog natuurlijk blijft, dat het de vorm mooi volgt. Je ziet nu ook dat ze echt met het penseel duwt, zodat je dat relief in die blaadjes krijgt. Ik vind echt dat ze ongelooflijk mooie resultaten hiermee krijgt. En hou in je achterhoofd, werk kleiner dan dat je denkt, want het zijn echt hele kleine elementjes die ze gebruikt. Zo'n tip is natuurlijk niet groot en je hebt echt ruimte nodig om dat hele design op te bouwen. Persoonlijk doet mij dit heel erg denken aan Jostevo, maar dan op een totaal andere manier uitgevoerd. Jostevo was een techniek die zo'n 10 jaar geleden populair was, een soort ingewikkelde wanstrooktechniek. Wederom schaduwen aanbrengen met de Blue Gel Polish Glass en natuurlijk met de Cyan Blue. En je ziet nu dat ze dit zachtjes uitvervaagt met gebruikmaken van dezelfde detailer, nummer 3, om die diepte te krijgen. Op dit moment zou je bij jezelf denken, het is een beetje vlekkerig, maar dat komt straks helemaal goed. En je ziet nu dat die achterste bladeren mooi naar achter verdwijnen. Ze omlijnt het nog een beetje met die donkere blauw, zodat het helemaal goed is. En nu gaat ze naar het midden toe om te zorgen dat ze dat design dus mooi sluit.
Dit wordt natuurlijk zo direct uitgehard. En dan komt de laatste laag waarmee echt de diepte wordt gecreëerd. Weer extreem mat, want extreem mat zorgt ervoor dat als je gaat schilderen met liner gel white, dat je dat relief heel goed ziet. Als de ondergrond te glad is, bloeit dat relief samen en wordt het te glad. Als je nu goed kijkt, zie je dat ze hele kleine bewegingjes maakt. Minuscule bewegingjes op de randen van de eerst aangebrachte bloembladeren. Daarmee highlight ze eigenlijk bepaalde delen van die bloembladeren, waardoor je dus in je oog een verschillende lagen zichtbaar wordt. Het is echt multidimensioneel. Rondom het hart van de bloem, deze blaadjes gaan dus weer naar beneden toe in plaats van over het hart van de bloem, creëert ze de krans rondom het hart. En hier worden de wat langere blaadjes gemaakt. Ook mooi uittrekken. Dus wil je dat relief echt krijgen, dan moet je zorgen dat je echt met je punt van je penseel door die witte liner gel heen duwt op het nageloppervlak. En dan trek je het penseel op en dan krijg je die nerven in de blaadjes. Iedere keer dat ik hier naar kijk, ben ik totaal verliefd. Want je ziet nu al zoveel diepte en dimensie. En ze vult dus de plekken op, maar zorgt er wel voor dat die blaadjes hetzij één blad worden of losstaan van elkaar. Intussen is ze overgestapt naar de detailer nummer 1, een kleiner penseel. En daarmee brengt ze de elementen aan op de groene blaadjes, de blaadjes van de bloem. En dit zijn hele kleine streepjes die ze zet om meer diepte en relief te krijgen. Minimaal werken, weinig product aan je penseel, goed ondersteunen. En zoals jij altijd zegt, goed je penseel recht ophouden. Denk aan het plafond. Nog een paar mooie, elegante versieringen om het design af te ronden. En ook om de diagonale vorm van het design te benadrukken. Waardoor het op een nagel natuurlijk extra vrouwelijk, elegant en in een zekere zin klassiek overkomt. Kleine lijntjes, allemaal met datzelfde penseel. Ja, ik vind dat ze ongelooflijk veel diepte en drama krijgt. En nu nog zo rondom die allermiddelste bloemblaadjes, zeg maar. Dus wat er dichtst bij het hart zit, nog een paar kleine streepjes neerzetten om extra tot leven te laten komen, om het omhoog te laten komen. Nu is dit intussen uitgehard en nu komt het laatste deel van het design. Maar even genieten van hoe prachtig het is. Hier in het midden van de bloem wordt Supreme Finish aangebracht. Improved Supreme Finish in het midden over die crushed opals heen. En met de punt van de penseel trekt ze dit tot tussen de blaadjes, niet over de blaadjes, maar tussen de blaadjes. Zodat er nu een prachtige balans is ontstaan tussen mat, glans, diepte en highlights. Ik sta werkelijk iedere keer dat ik dit zie versteld. En ik ben zo blij dat Julia met ons heeft willen delen hoe je onder andere deze prachtige compositie kunt maken. Ik ga in ieder geval dit weekend hiermee aan de slag, want ik moet dit ook kunnen en een keer hebben gemaakt. Maar Julia Vorobieva is een ontzettend multitalent en kijk eens hoe beeldschoon dit is. Volg haar op Instagram of volg haar op Facebook. De inspiratie schiet je tegemoet.